Het ministerie van Defensie doet maar geen onderzoek naar het arbeidsconflict met mijn leidinggevende tijdens de missie. Wat nu? Dit is De Klacht van de Dag. Welkom, ik ben Lisa Veerkamp, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht van een veteraan over een gebrek aan onderzoek door het ministerie van Defensie. Een veteraan neemt contact met ons op. Hij heeft een ingewikkeld probleem. In 2018 is hij op missie geweest in Afghanistan en daar heeft hij een conflict gekregen met zijn leidinggevende. Er worden bemiddelende gesprekken gevoerd, maar dat lost helaas niets op. De veteraan stuurt meerdere brieven op, maar na anderhalf jaar heeft de veteraan nog steeds geen reactie van het ministerie van Defensie over de afhandeling van het interne onderzoek. De veteraan is er helemaal klaar mee, hij voelt zich niet serieus genomen en neemt daarom contact op met ons. We vragen het ministerie van Defensie om uitleg. Wat is er precies aan de hand en waarom krijgt de veteraan geen reactie? Het antwoord is duidelijk. De zaak is heel complex. Er zijn meerdere mensen betrokken bij dit arbeidsconflict. De mensen die de affaire onderzochten zijn van functie veranderd en nog een hoop van dat soort tijdrovende zaken. Allemaal goed en wel, maar wij vinden het niet oké dat er na anderhalf jaar nog steeds geen beslissing is. Vanaf dat moment gaat het gelukkig allemaal erg snel. Binnen een maand is het eindrapport klaar en wordt dit verstuurd naar de veteraan. Probeer een beetje geduld te hebben, vooral als de zaken ingewikkeld zijn, ook al bent u gefrustreerd. Maar informeer wel naar de stand van zaken. Hoort u niets meer of heeft u echt het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd, schakel dan de veteranenombudsman in. Wij hebben veel kennis en een groot netwerk en daar kunt u gebruik van maken. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Wij staan met meer dan 170 collega's voor u klaar, voor uw grote en uw kleine problemen met de overheid.